Een hele goede morgen. Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering. Je ziet het al, de nieuwe DAF XG Plus. Ik ben heel benieuwd naar het verhaal erachter en wat het allemaal te bieden heeft. Net nieuw op de markt. Dus we gaan het zien vandaag. We zijn mee met de Groot Tanktransport. We zijn mee met Arco vandaag. Goedemorgen. Goedemorgen, Arco. Hoe is het? Ja, lekker. Fris weer opgestaan. Dus, ja, het is behoorlijk vroeg. We hebben hem aangekoppeld al. Klopt. Dus wat gaan we doen vandaag? Zoals we ziet, hebben we vanmorgen aangekoppeld. En wij gaan een ritje lossen in België. Ja. En wij hebben zuivelproducten bij ons. En als het goed is, de klant staat zo meteen te wachten op ons. Ja, en in principe is het vrijwel alleen zuivel wat jullie rijden? Ja, wij rijden eigenlijk alleen zuivelproducten. Alles wat melk gerelateerd is en de bijproducten die daarbij horen. Zowel gekoeld en verwarmd. En dat is eigenlijk hetgene wat wij ons in specialiseren. Ja, ja, ik ben heel benieuwd. Voor mij was het weer een hele nieuwe tak van transport. Dus ik ben heel benieuwd. We zullen heel veel te zien krijgen en heel veel leren. Hopelijk. Maar dat maakt het helemaal leuk. Dus ik zeg, laten we wat gaan doen. En dan gaan we het zien vandaag. Oké, is goed. Gaan we doen. Hey, dank je. Ja, in België bij de zuivelonderneming in Wageningen. En we hebben net een losse genomen en we hebben de uitslag gekregen dat we mogen lossen. Nou Arco, je hebt zoals ik kon zien al in een rapido tempo alle slangen aangesloten. Ja, klopt. De stoom wordt erbij gepompt? Ja, de stoom wordt erbij gedaan. Dat is eigenlijk gewoon om het vet van de wanden van de tank af te krijgen. En we zijn nu aan het lossen compartiment 1 en compartiment 3. Die zaten ook vol met room. Nou, de bodemventielen zoals dat je hier ziet, heb ik opengezet. Dat is allemaal pneumatisch, omdat je op veel fabrieken ook niet meer bovenop mag komen. Dat is ook een stukje veiligheid voor de chauffeur. Wordt erin meegebracht. Aangezien dat we nu monster van bovenaf moeten nemen, toch bovenop moeten zijn, hebben we ook de deksels handmatig open gedaan.
Dus ja. Zo doen. Ja. Hey, zoals je vertelt, in drie verschillende compartimenten is het verdeeld. Ja. Hoe is dat bewust gedaan? Zitten er nog schotwanden in voor eventuele beweging onderweg? Ja, dus we hebben één compartiment, je hebt één slingerschot. Dat is gewoon puur om het schommelen tegen te gaan. En ook het product om wat rustiger te krijgen tijdens het rijden. De vakindeling hebben wij ook zo gedaan dat wij met zwaardere producten een betere verdeling hebben. Mm-hmm. En dat we ook wel weer een compartiment overhouden. Of ja, dat we gewoon dynamisch kunnen zijn in het vervoeren van bepaalde transporten. En dat we het product zo goed mogelijk op kunnen sluiten. Ja, ja. En dan wordt het via verschillende slangen gaat het naar binnen. En dan wordt het binnen in een silo wordt het opgeslagen. Klopt. Deze slang gaat, hier zit gewoon een pomp vanaf hun, vanaf de fabriek zelf. Mm-hmm. Staat erbij. Dus wij lossen nu rechtstreeks met de slang door de pomp heen. Gaat hij naar binnen en dan verdelen hun zelf waar hij dan heen moet. Ja. Het gebeurt ook vaak dat wij geen pomp hebben en dat wij zelf moeten lossen. En daar hebben wij onze eigen slangen voor. Ja. Pomp en slang er weer in. Ja, dus in principe ben je altijd kan van de juiste materialen kan je eventueel indien nodig ook zelf dingen doen. Klopt. Ja, klopt. Dat is ideaal. Ja. Ja, en hoeveel liter wordt er nu per minuut gemiddeld uitgedrukt? Dus ongeveer 750 liter per minuut. Ja, nou dat gaat wel behoorlijk snel dus. Je hoort in principe helemaal niks, alleen die machine hoor je zuigen. Ja. Maar voor de rest is het hartstikke stil. Ja, dus je zou het eigenlijk niet verwachten. Nee. Nou ja, ideaal. Gewoon een elektromotor met een pomp erachter. En dat is het enige geluid wat je hoort. Ja. Zo, Arco, we zijn aangekomen terug waar we eigenlijk vanmorgen begonnen zijn. Klopt. Vertel, we hebben al een mooi outfitje aan. Ja, we hebben de nodige PBM's hebben we toegepast. Mm-hmm. De veiligheidsbril en het hesje. En nu zijn we eigenlijk op de reinigingsplaats. Dat wij de trailer aan de binnenkant gaan reinigen. Ja, dus, ik ben heel benieuwd. Vanmorgen natuurlijk het losproject al gezien. Traject, zeg maar. Nou, in principe blijft het nog steeds hetzelfde. Dit is een SIP cleaning. Dat is een... Dat gaat door middel van spruitbollen in de tank en met een afvoer en een aanvoer, die gaan wij nu aansluiten. Ja, laat ik zeggen, laten we beginnen. Is goed. Dit wordt de afvoer. Mm-hmm. Dan gaan we de toevoer even aanzetten. Deze, die kan daar blijven.
pluskant daar aan monteren. Nou, dan ga ik naar boven om de ontluchting van de tank weer en de mangaten, de deksels ook mee te laten spoelen. Dus dan ga ik boven ook even openleggen. Ja. Nou, belangrijk is gewoon dat wij de werkwijze weer hetzelfde worden, dat je niks vergeet. Van voor naar achter vandaan beginnen. Ja. Dus we beginnen bij dit deksel. Controleren we dat we het openleggen. Dan gaan we naar het volgende. Wederom reinigen we de trailer helemaal. Ja, de reiniging loopt. Nou, je hoort het ook, hij loopt nu, hij gooit hem nu vol. Ja, klopt. Je hoort het water nu komen. Alles even openzetten, zodat het mee kan spoelen. En hoeveel liter gooit hij dan nu er doorheen? Ongeveer 1500. Ja. Het water loopt hier rechtstreeks de put in en wordt dat nog hergebruikt? Dit is de dunne slang is eigenlijk de toevoerslang. Uh-huh. We gaan nu eerst met voorspoelwater. Het voorspoelwater dat is al een keer naspoelwater geweest. Uh-huh. Dus nu gaat het voorspoelwater naar de zuivering toe. Op het moment dat wij weer de voorspoeling gehad hebben, de hoofdreiniging en de naspoelwater, wordt weer gebruikt voor het voorspoelwater voor de eerstvolgende. Oh, dus okay. Ze doen wel aan het recyclen van het water. Ja, ja. Dus nou, als je iedere keer de ene aan de andere komt hier aan, als je iedere keer 1500 liter water doorheen moet gooien, dat klopt. Dat het aardig wat op een gegeven moment. Eens. Nou, dat is wel maar over nagedacht dus. Ja. Zo, we zijn klaar met wassen. We zijn in principe weer terug op locatie waar we eigenlijk vanmorgen gestart zijn. Klopt. Eén ritje pittige dag België gehad. Zeker. Met dat file zijn we niet helemaal uitgekomen in de planning die we hadden. Dus ja, wij hebben nog niet alles gezien wat we eigenlijk hadden afgesproken. Dus wij gaan gewoon morgen gezellig weer een dagje mee. Klopt. Jij moet nog een keer omkoppelen. Ik ga omkoppelen en nog een keer volzetten voor morgen. En dan gaan we morgen gewoon deel 2 van de planning pakken. Ja. Dan gaan we het dagje rondmaken. En dan zien we elkaar morgen. Oké. Okay. Zo, daar zijn we weer. Weer een nieuwe ochtend. Zeker. Deel 2. Deel 2 van de planning, ja. Je hebt hem al afgeladen? Hij zit bijna vol, ja. Ja. En kunnen we verder gaan. Wat gaan we doen vandaag? We gaan vandaag een vrachtmagere melk naar Schastenbrug brengen. Dus ja, nu geladen. Zometeen uitwegen. En dan kunnen we vertrekken. Ja, je ziet het al een beetje van elkaar. Klopt. Dan wordt gelijk een bonnetje gemaakt, neem ik aan. Ja, CMR en analysecertificaat. Ja. En daarmee kunnen wij ons eigen weer melden bij de in Friesland. Ja, dat is ideaal. Dan kunnen ze gelijk zien hoeveel je precies bij hebt. En als je dat hebt gelost, dan ook op de wegenbrug waarschijnlijk daar. Ja. Dan kunnen ze gelijk echt exact zien hoeveel... Ja, kunnen ze het weegverschil eruit halen en kunnen we ook zien wat we gelost hebben. En de analysecertificaat is eigenlijk gewoon puur wat het product inhoudt. Hoeveel droge stoffen en alle soort ingrediënten worden daar gemeten. Ja, ideaal. Nou, ik zeg, dan gaan we zo de boel inpakken en dan kunnen we gaan. Is goed.
Zo. Pittig ritje achter de rug, aangekomen in Friesland. Wel zonnig. Prachtig weer vandaag. Prachtig. We boffen maar weer. Hé, hey, hij staat al open. We kunnen gewoon lossen. Ja. Vertel, wat gaan we doen? We gaan eerst de juiste koppeling eraan doen. Mm-hmm. Voordat we de slang kunnen pakken. Ik had hem hier al klaar liggen. En maak er nog per drukslang uit hoeveel liter je per minuut gaat lossen, welke verbinding je erop moet zetten. Dus echt gewoon puur de aansluiting bij de fabriek welke ik dan pak. Ja. Desinfecteren. Ja, dat doe je altijd in principe, neem ik aan. Ja, in principe wel. Pakken we deze slang. De sleutel om het vast te draaien. Ja. Deze kraan open. Zoals je ziet hebben we wat lekkage. Nog een keer proberen. Dan gaan we de pomp starten. We zijn nu gelost en we staan nu op de reinigingsplaats en daar gaan we dan eigenlijk weer de slangen aansluiten zodat we de tank aan de binnenkant kunnen reinigen. We pakken de dikke afvoerslang, zo zegt de min, en het juiste koppelstuk. Deze hebben we vanmorgen ook gereinigd of gebruikt. En daar kunnen we dan mee beginnen. En dan hebben we hier de toevoerslang, zogezegd de plus. Die sluiten we eigenlijk op de sproeikoppen in de auto aan. Zetten we de kraan open, controleren we dat de rest van de kraan ook open kunnen. Zodat het water wat erin komt ook afgevoerd kan worden. En dan neemt hij mee dat we hem gaan starten. Zo, dit was het weer voor vandaag. Twee informatieve lange dagen gehad, maar het was onwijs gezellig. Ik heb er veel van geleerd. Voor mij was het een nieuwe uitdaging. Geen ervaring met deze tak van transport. Dus ik heb veel kunnen leren en zien. Je hebt het fantastisch uitgelegd, dus voor mij is het verhaal compleet duidelijk. Wat vond je er zelf van? Ja, ik vond het superleuk. Gewoon de kennismaking met jullie, gezellig. Mijn ding kunnen doen, uit kunnen leggen. Ik hoop dat je wat informatie meegegeven hebt. En dat het ook voor de kijkers ook duidelijk is. Ja, zeker. Wat we gedaan hebben. Ja, ja, voor mij is het ook compleet duidelijk. Dus het was onwijs gezellig. Onderaan de beschrijving staat een link naar de social media. Dus neem zeker een kijkje. Voor alles wat erop gepost wordt. En op staat natuurlijk. Beschrijving van de website staat erop. Dus ik zou zeggen, check it out. En dan zien we jullie weer bij een gloednieuwe aflevering.